Wat ik belangrijk vind, is dat mensen begrijpen dat ik de behoefte heb om mensen blij te maken. Een bijdrage leveren aan iemands leven op een positieve manier. En op een lange termijn is het streven om op die manier het beste uit jezelf te halen. Ontwikkeld door mijn brede interesses voor muziek, koken, reizen en zelf dingen maken in het huis of in mijn tuin. Dat heeft mij gebracht dat ik niet denk in problemen, maar juist denk in mogelijkheden. Sfeer en gevoel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ja, ik zie mezelf als sfeerarchitect die voor jou op zoek gaat naar de essentie. Op zoek gaat naar wat voor jou belangrijk is. Om zo de juiste snaar te raken. Om mensen recht in het hart te raken met wat je doet. Zodat jij je verbonden voelt met de ruimte om je heen. Dit pas ik als conceptueel ontwerper dagelijks toe. En zo probeer ik ook juist dat te vinden in mijn opdrachtgevers. Waar word jij nou echt gelukkig van? Daarom is het belangrijk dat we de diepte ingaan. Wat is je doel? Waarom vraag je de dingen die je vraagt? Dat doe ik zodat ik jou verder kan helpen. En soms is dat nee zeggen, hard vechten om je motivatie en keuzes toe te lichten. Ik ben geen verkoper van interieurs of ruimtes, maar een puzzelaar die in een voorafgaand proces veel vragen stelt om tot de kern te komen. Waar gaat het echt om? Ik denk dat weinig mensen de essentie weten van wat het vak conceptueel ontwerpen nou inhoudt. Zo heb ik mijn sporen verdiend en heb ik het tot mijn core business gemaakt. Doorgaan waar anderen stoppen. Jij bent de architect van je eigen leven. En ik help je graag met het meedenken. Inzicht geven naar de mogelijkheden en naar de ultieme oplossing voor jou. Dat gaat van vragen waarom je die wijn zo lekker vindt of waarom je gek bent van horloges, tot de keuze voor een bepaalde kunststroom of muziek. En juist de kleine dingen als de juiste schroef kiezen voor het juiste deurbeslag, dat is wat ik doe. Dat is waar MB Studios voor staat. Experience Design. Een beleving op zich.